Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er trekken sluierwolken over Nederland en er komt ook wel wat dikkere bewolking aan. Maar dat is pas eigenlijk weggelegd voor de middag, want in de ochtend is het veelal nog vrij zonnig. Temperaturen lopen snel op tot boven de 20 graden. En aan het begin van de middag stijgt het kwik verder. Wordt het 29 graden plaatselijk in het oosten en zuidoosten, en zo'n 24 of 25 in het noordwesten van het land. En dan gaan er in de middag ook een aantal regen- en onweersbuien ontstaan. Die trekken met name over het midden en oosten. Met vooral in het oosten ook kans op hagel en misschien op een windstoot. Allemaal zeer lokaal. En in de avond trekken die buien vlot naar Duitsland weg. Het koelt wel af met een wind die uit het westen waait en ook wat begint aan te trekken. En morgen is die west- tot noordwestenwind zelfs vrij krachtig of krachtig langs de kust. In de kustgebieden de meeste zonland. Inwaarts meer wolkenvelden en in het binnenland misschien een buitje. Gevoelige terugval van temperatuur. Het wordt maar 19 graden. Maar zaterdag Brandt de zon geleidelijk weer door het wolkendek heen? Het wordt 21 tot 24 graden. En zondag en maandag is de zon volop terug in het weerbeeld. Zondag 27 graden en maandag op veel plaatsen zelfs 30. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.